Jongens, we kunnen dit. Yes. Gaan we doen. Mooi. Goedemiddag allemaal. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Niemand? Oh, sorry. Ja, dankjewel. Ja. Vandaag is eindelijk de dag dat we de winnen gaan verslaan. Drie helden over, drie helden gesneuveld. Ik zal de jongens even uitleggen wat we moeten doen. En de potions allemaal. En als het dag wordt, dan gaan we de strijd aan. Oké, jongens. Zie je de kistjes? Even kijken. Ja, snap ik nu al niet. Nee, ik leg het allemaal uit. Ik heb hier potions of regeneration. Ja. Die zorgen ervoor dat je health terugkomt. Ik heb potions of night vision. Want we vechten natuurlijk in het grot. En dat is natuurlijk donker. Dus dan kun je beter zien. En de potion strength, die geef je natuurlijk strength. Even kijken. Pijnlijk goed, ja. Vijf, dus, de potion of night vision is namelijk nodig, want je zou toortjes neer kunnen zetten, maar ik kan eigenlijk van afblazen en dan zie je daar nog niks meer. Oh ja, goed zo, Vijver. Oké, de potion of regeneration, daar mogen jullie twee van hebben. De potion of night vision, mogen jullie twee van hebben. En de potion of strength, mogen jullie er drie hebben. Ze sterken niet, oké, dat is jammer. Nee, ze sterken niet helaas, dus... Even kijken, een boog. Je zorgt ervoor dat je alles vrij hebt. Even kijken, nijsjes doen we hier, pootjes doen we hier. Even mijn overbodige spullen dumpen. Ja. Nog een extra zwaardje voor de zekerheid, mocht je die kwijtraken. Ik heb twee zwaarden. Mooi. Hoeveel van strength? Twee? Drie toch? Drie. Ik heb nou twee night visions, twee regenerations en drie strength. Ja, twee, twee, drie. Ja, ik heb ze ook nu. Okay. Generation. En dan strength. En dan... Ja, ze staan allemaal onder de sneltoetsen klaar. Ja, dus je weten jullie nog hoe dat je de witte wel moet roepen? Ja, dan moest je soul sand in een T-vorm en daarop de twee skulls volgens mij. Ja. Hier maar goed. Mooi. Was. En aangezien we ze drieën zijn. Heel veel succes. Ja, nou jongens, wacht even nog. Dan pakken we spullen nog even. Ik moet spullen dumpen. Nee, iedereen mag één widderschool pakken. Zo. Hallo. Ja, dat is fair. Ze weten het. Het gaat gebeuren. It's time. Hallo meneer Creeper. Heb jij een soul sand? Net ligt buiten. Oké. Okay. Oh, hallo. Oké, aangezien het al bijna Sinterklaas tijd is, vind ik dat wij een liedje moeten. Oké. Daar wordt aan de opzouten! Wat geklopt. Deur kapot! Zo. Oké. Ja. Hebben jullie een witte school? Oh ja, eens even. Weg bij dan. Je mag ook weg. Hier. Leo. Ja. Ik ben hier. Golden apples. Ik heb één. Ik heb geen. We hebben één extra apple dus. Oh. Één extra apple? Ja, meneer. Waar hebben die, Harry? Die ben ik nou aan het maken. Oké. Even kijken, heb jij een witte school? Nee, ik heb één in de resources. Oké, nou ik heb er twee. Dus één voor mij, één voor Erwin en één voor jou. Ik heb één. Ik heb maar één. Zet iedereen een hoofdje neer en dan gaan we de start beginnen. Even kijken, had jij nog een appel voor mij? Hij ontwaakt en we zijn level 2. Ja. Jongens, heel belangrijke informatie nog. Op het moment dat hij wakker wordt, zie je zijn levensbalkje groeien. Op dat moment kun je hem nog niet raken. Dus dan kun je potion strength al gelijk gebruiken. Oké. Okay. Kom even terug. Je wacht even hoor. Erwin, geen gevaarlijke dingen aan het doen, hè? Nee, ik kan zo gezegd nog twee levels krijgen. Dan kan ik nog even iets enchant. Alleen maar de Het is alleen maar te verdelen van mij, hoor. Meer kans. Ja. Even kijken, Solcent, die heb je me gegeven toch? Of heb je die nog? Nee, die ligt hier, kom maar. Nou ja, ik... Hier zo. Hier. Dit? Oké, dit is een Solcent, ja. Voor het opleggen. We hebben er vier nodig. Vier? Nood vier. Ja. Okay. Ja, je moet een T, hè? Dus één basis en dan drie... Ja. Of twee basis en drie dan. Nee, eentje. Oké, dan heb ik genoeg.
Of daar een hele vervormde thee. Ja, of een hele andere thee, kan ook. Thee. Oké. Hoe is de spanning? Spanning, ja. Op de helft. Geen stress. Stress. Oké, jongens. Jij even doodmaken. Zo. Goed idee. En ben je er ook klaar voor? Bijna. Ik vind dat het weer gunstig is om te roepen, ja, echt hè. De goden zijn met ons. Burn, spider, burn. Zo. Dat was niet goed. Dat is prima. Dan had ik op plaats. Op zombie spawn, zo. Oké, de bliksem sloeg zojuist recht voor me. Ja, ik zag het. Ja, pas op, word niet doodgaan door de bliksem. Als je creeper gebruikt, wat heb je een charge creeper? Hier. Zo. Nog 3 vakjes. Ja, nou. We wachten even snel en dan. Oké, touch me creeper. Ik heb de rilling vakjes. Ja, ik ben wel allemaal. Het is of een begin van iets moois of het einde van iets moois. Oh, echt tegenstander. We hebben sowieso de finale gehaald. Ja, level 30, kom naar huis. Mooi, kom maar naar huis. Dan, en als ik dood ga, dan maakt het mij niet meer uit. Ik heb de finale gehaald, dat vind ik wel goed gedaan. Ja, maar je gaat niet dood. Het weer is gewoon perfect. Niet, nee. You can stand by me. Mooi. Hey. Gaan we naar binnen? Ja. Nog even eten. Oké. De laatste bal uit. Nou, zeg jij dat ik positief ben? Ja, mijn broek kan ook op het SUV'er, dus dat is beter. Generation, station. Oké. Ja? Ja. Oké. Even nog een vraag. Zal ik mijn... Wacht even. 75, ja. Nee, laat maar. Oké. Maar als ja, welke zwartzak als eerste gebruiken? Die met sharpness of die met smite en knockback? Volgens mij meer damage, denk ik. Oh, dan moet die van... Oké, sharpness. Gebruik wel eerst dan. Ja. Maar even kijken, als we hem oproepen, dan moeten we een paar seconden wachten. Ja, en dan kunnen we aanvallen. Als de levensbal is gevuld, moeten wij dus potion of strength gebruiken. En als die vol is, kun je het verleden aanvallen. Ja. Pak hem! Oké. Ik geloof niet. Komt helemaal goed. Oké. Dus dit weer is gewoon echt typisch nog. Ja, echt hè? Oh, ik kan het beter. Deze is eerst. Deze is laatst. Ik heb een steen bij me om de kamer te verzegelen. Ja, mooi. Heilige boel. Ik heb heel veel plus protection. Ja, ik heb allemaal protection. Oké. Allemaal protection 2 en 3. Mooi. Zijn jullie klaar? Yes. Erwin? Weg. Ja, dat moet ik straks opruimen. Niet nodig. En dat is mijn bed. Gooi jij nou zo mijn botteltjes weg? Dat is mijn bed. Echt, hè? Nu hoop ik dat ik dood ga. Als moet ik alles weer opruimen. Ja. Oké. Ready? Yes. Let's go. Oké, ja. Wacht even. Goed houden! Kom, Zo. Oké. Blok en blok. Hey. Nice. Get it. Weg. Ja, kijk, veel beter. Maar waar is onze panic room? Die hebben we niet meer. Oh, dus Oké. Het is erop of de ronde, jong. Ja, is goed. Doen we dicht. Strength, generation. Ja, hij is dicht. Ja. Verzegeld. Daar gaan we. Ja. Oké, heb je er een? Even wachten. Ik zou beginnen dadelijk met op de potion of night vision te drinken. Ja. Nu? Nee, eerst 2 skulls erop laten en dan... Ja, dus okay, ik zal de eerste van doen. Ja. Heb je de rechter? Wie is de tweede? Oké, dan gebruik onze potion. Potion of... Ja, en potion of strength. Niet potion of regeneration van mij nou. Oké, potion of strength. Ik zie alles. Oké, ready? Potion of strength nu? Ja. Doe maar opzetten, want het is maar 1,5 minuut. Wait for it. Potion of strength. Ja. Check. Wachten.
rug. Charge! Hallo. Ja, potion! Niet, dat was te makkelijk. Leroy? Nee, Leroy. Nee. Waar is die? Leroy. Bemoei je niet mee, hè? Wegwezen. We gaan het rouwen, weg. Bemoei je niet mee. Oh, ik heb nog... Oké. Okay. Ik heb een generation nog, dus... Dit was iets te... Nou, hoewel... Dit was hem. Weg. Dit meen je niet, dit was te makkelijk. Was dit echt? Ik heb een Nether Star. Die hebben het gewoon gehaald! Woehoe! Maar Leroy is weg! Oh. Oh. Maar hij mag respawnen. Het is gelukt. Wat moet ik met een Nether Star? Die moet je heel goed bewaren. Oké, okay, Big Daddy. Erwin, give me a hug. Ik ben goud, jongen. Oké, we gaan naar de open wereld nu. Ja. Heb jij nog een pickaxe, want de mijne gaat zo breken. Ik heb nog een pickaxe voor, jongen. Ja, ga je. Super speed. Woe. Ik zou zeggen, kom naar huis en dan gaan we het vieren. Ja. Dit duurt te lang. Hey, je laat me niet alleen, hè? Hey, doe ik. Mijn glorie. Ja. Het was ook Leroy's glorie, hè? Hij heeft zich lekker. Heel pas, er zijn nog steeds creepers. Het is gewoon één giga-explosie. Kom maar op. Creepers, geen creepers. Nee. Snel. Dankzij Leroy's potions hebben wij het overleefd. En zijn saga zal altijd in de geschiedenisboeken blijven. Vijver, hoi! Nou, Vijver, deze heb jij wel verdiend. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Maar... Ik ben zo trots op jullie. Mis toch wel met Leroy. Ja. Hij heeft zich opgeofferd. Voor ons. Die grote kerel. Die frisse boer. Hij trok de handen van de bidden zodat wij hem konden pakken. Nee. Hij zou nooit vergeten worden. Never. Over jou dat nou? Sorry. Ik. Nee. Nee. Hey. Nou, dan is het voorbij, toch? Ja. Is voorbij. Dan de afsluiting, of? Nee, daar is nog niet nodig, hoor. Eerst nog even Leroy zijn grafsteen maken, want dat... Natuurlijk. Dat heeft die kerel wel verdiend. Ik zal wel even de steen klaarzetten. Kijk. Nee. Dat werkt niet meer zo. Oh, ging het nou weer? Zo. Morgen, jongens. Echt niet. Kijk, uit de! Huh? Ja. Morgen. Morgen? Nou, gaan we nu naar de verslag? Was jij niet, De ZP? De neus? De neus? Hey, is dit hij is weer. Hey, jongens. Hey. Wat een neus. Hey, sup. Hey. Dit heeft waarschijnlijk een goede oorzaak. Wat is er nou gebeurd, jongens? Ja, hebben we een verslag of moeten we dat nog? Hij is dood. Oh. Hij is niet meer. Marco en ik hebben het voor elkaar gekregen, de wille te verslaan. En doordat het gebeurd is, werden jullie weer tot leven gewekt. Wauw. Dat is super. Maar betekent dat er nog, dat we nog niet klaar zijn? Moet er nog iets gebeuren? Oh. Hoe
Dus iedereen die dood is, is dan weer tot... iedereen die dood is, is dan weer tot leven of iets in die trend? Of hoe moet ik het zien? Ja, dat is... Ja. Iedereen is weer tot leven gekomen. Dat is jouw agent dan. Wie was daar? Wat? Vijver? Vijver, is jouw stem in één keer veranderd? Nee hoor. Oh, jij kan nog steeds praten? Oké, fijn. Oh. Mooi maar. Nou. Nou, ik denk dat we dan een second quest moeten doen of iets. Ja. Maar wat dan? Ja. Jullie hebben de... Wie heeft... Als jullie de ridder hebben verslagen, dan moet je zo'n ster hebben. Die moet je hebben. Die hebben we. Oeh. Oh, sweet. Wacht. Ik maak iets voor jou. Even wachten hoor. Dan heb ik iets voor jou. Namelijk, moet ik deze even hebben. Zo. Nou, ik ben wel blij dat ik weer terug ben hoor. Goh. Even kijken. Leon, geef me een knuffel. Oh. Goed tijd dat je weer ben, jongen. Fuck. Wauw. Ja, doe het. Hey. Juist. Nou. Een mooie plek. Hier, daar. Ophangen. Boven hier. Precies hierboven. Precies hierboven. Ja. Nee, ik heb dus net... De server die zei het al. De Stouwler en Blob die komen ook terug. Ja. Jee. Dan zijn we compleet. Oh, dat is gewoon geweldig. Nee, ik hoorde in één keer een sis achter me en... Ja, het laatste wat ik kan herinneren was een explosie en... Ja, ik weet het niet meer. Ging zo snel. Yay! Yeah! Oh, daar zijn we stil van. Ja, dus beste kijkers, maak je geen zorgen. De Towler en Blob die zullen dus zeg maar bij de volgende... Ja, jullie horen het goed. Bij de volgende aflevering alsnog terugkomen. Want dan wordt de serie namelijk... Krijgt een extensie 2.5. Wauw. Het is maar waar je zin in hebt. Maar ja, ik voel me nogal naakt. Moet ik wel zeggen. Ja, ik voel me best naakt. Ja. Dus maar wat is dan zeg maar wat we moeten gaan doen eigenlijk? Dus... Ja, want... Ender Dragon? Nou, ik neem... Hoe? Wat Ender Dragon? Wat is dat? Hele oude draak. Nou, we hebben 11 Ender Pearls, dus we zouden dan nog wat meer moeten farmen, maar het is mogelijk. En we kunnen nou zelfs een beacon maken van dat ding wat jij hebt daar, dus die zeg. Dus ik ben zo blij om Fiverr weer terug te zien. Hi Fiverr! Ja, god, naam maar weer op. Nou ja, zeg! Voor je vrienden moet je naar. Ja, Ik zal hem nog eens in een serie uitnodigen, zeg. En jij was gewoon laks en heel erg lui bij Terraria. Ja, heb je nou dan neer een grote... Nou, doei. Tjonge, jonge. Zal ik hem slachten? Nee. Hij is familie. Ik ben bang van hem geworden nou. Ach, nou heb je hem bang gemaakt. Stoute jij. Au! Jongen, serieus. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn rug gekregen van die enorme knal. Oh, heb je wel een massage? Wacht maar even. Ik vind het gaat heel goed komen bij mij. Ja, mooi. Dus we zitten pas 17 minuten in deze aflevering. Hoe weet jij dat? Ja, Fiverr heeft het me in mijn oor gefluisterd, weet ik veel. Dus Ja, wat kunnen we nog doen, ja? Nou, ik kan wel eventjes kijken of we Blob al terug misschien kunnen krijgen al. Zullen we anders een grafsteen voor de Widder maken? Ja. Nou, eigenlijk... Wacht even, grafsteen... Is het dag? Ik durf nou niet naar buiten toe. Nee. Ik wacht heel eventjes hier. En trouwens, volgens mij kunnen we weer slapen. Ja, we kunnen slapen. Slapen. Ja, maar dat kan niet, want ik kan toch praten. Jongens. Ja. Hier zie je, we kunnen gewoon slapen. Five is journey. Rattengif heeft gewerkt, hij is zijn krachten kwijt. Yeah! Oké, nee, ik heb ze heel eventjes gesproken al. En ze komen bij de volgende aflevering. Nou wil het niet zeggen dat volgend weekend al gelijk dus zeg maar de extensie doorgaat. Want ja, feestdagen, noem maar op. Dus best wel eigenlijk een beetje druk. Dus we moeten heel eventjes een datum. Dus er komt een kleine pauze. Niet echt 9 maanden zoals tussen de series in. Want dit wordt een extensie, hoort bij deze serie. Dus vandaar, dus eventjes naar jullie toe kijkers. Eventjes via de muur breken, moet altijd even kunnen. Dus... Jeetje, wat is lang geleden dat ik hier weer heb gezeten, zeg. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ja. Wat heb je nog? Oké, nou toch eens. Ik zie hier een chestplate met protection. Hele... Waar is mijn diamond broek? Wie heeft mijn diamond broek? Ups. Echt geen grijntje respect op me, hè, die gasten. Nee, deze heb ik zelf gemaakt. Hoor.
Deze heb ik zelf gemaakt. Waarschijnlijk was Leroy, want die liep wel met een diamond broek aan. Maar Leroy die was... Nou, maakt niet uit. Upsie. Dus, maar goed. Ik ga eens even kijken of misschien daar nog beneden wat bloed ligt. Heb je er van gemaakt? Ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Nou. Wat? Hier beneden? Over hier. Nou, oh god, oh god. Nou, oh, oh. Kijk eens, wat een damage, joh. De creepers creept. Serieus? Ah, klote creepers. Bah. Ik hou niet van creepers. Nee, was mijn graf. Ik kijk zo goed af. Maar jullie... Dus, maar... Dus na mij is niemand doodgegaan verder meer? Nee. Touwle ging als eerst, toen Bloppen, toen jij. Ja, en Leroy alleen dus. Alleen Leroy is ingevecht. Ja, maar Leroy is er weer, dus ik vond het niet echt nodig om daar nog een grafsteen van te maken. Nou, ik kijk ook een grafsteen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb niet grafsteen. Gezien, echt gezien. Wel, ga ik even focussen aan... hebben we nog bordjes bij de Wall of Commons? Want ik ben ja. Helemaal niet bij de Wall of Ja, nog twee bordjes. Ik hoop dat ik geen typcursus nodig heb. Ja, dat... Zo, ik doe het. Heb... Gewoon, wel moet je nog een potje maken, maar... Ja, ik ga al hout hakken, ook zoiets. Dan... Tijden niet meer gedaan, hout hakken. Het probleem is, ik moet... Oh, zo, de bord staat helemaal vol, joh. Ja, we hebben... ja, we zijn niet stil geweest. Even kijken, wie hebben we allemaal dan? Want even kijken, welke aflevering had ik nou niet meer gehaald? Welke aflevering was dat nou? Weet niet meer. 11 toch? Of... Nee, 10. Nee, ik ben er al veel langer uit, joh. Nee, niet meer. Was niet ergens op 8 of zo? Kan. Ja. Is wel zo handig. Nou, dan weet ik niet of dat zo handig was, maar goed. De game control, ik hou niet van... Serieus? Vijver, altijd een lief konijntje. Ja, dat was van Sam. Dat was heel lief van hem. Oké, dat is creepy. Hey, Vijver de hele tijd, zo tegen jullie... Waarom komt Vijver nou in één keer praten dan? Weet ik veel, de server deed dat. De server is opstandig geweest. Had hij wel geholpen? Heeft hij wel een beetje kunnen helpen dan? Of, Ach, joh, heb je nog vier signs in liggen, joh? Gaan we gewoon op de achterkant verder. Ja. Alflevering? ik las het toevallig bij bordje 7 of zo. Dus, of 9, ik weet niet meer. Objection. Aflevering. So, objection, Leroy. 11. Mooi, ik zou zeggen. Oké, nou, even naar de kijkertjes toe. Aflevering 11, die komt van Jelger Popken. Dus Jelger... Popkin, schrijf ik dat goed zo? Ik hoop het wel, want anders... Oeh, stoutte ik. Nee, Popken, niet Popkin. Oké. En die had geschreven... Tam, tam, tam. Ik durfde niet te kijken toen Leroy bijna dood. Ging, neem ik aan. Oh, ging, ja. Dat is van aflevering 11, dus... Ja. Yeah. Perfect. Niks meer aan doen. Nou, ik maak ervan, ik durf er bijna niet te kijken. IVM Leroy. IVM Leroy. Dan weten we ongeveer waar het wel over gaat. Dus, nou had jij geschreven. Nou, in ieder geval, ik weet niet. Er was nog een bericht over een giveaway. Ik weet van niks, jawel. En je maakt nu dus ook kans op de Mario Pet. Dus we hebben er nou 11 en we gaan met die extensie. Oh, ik heb er echt wel heel erg veel zin in, want nou kan ik eindelijk weer meedoen. Yay, tweede kans. Ja, dat was de reward. Dat was de reward dat er zou komen als jullie de winnaar hadden. Ja, dus... Oh, wacht. Mijn graf is klaar. Dus even kijken. Oh god. Dat is maar waar je naar wil kijken. Ik wilde mij eigenlijk zo liefst mogelijk slopen. Nou, ga je gang, zou ik zeggen. Ja. Nee, ik heb geen pickaxe, ik heb alleen maar mijn zwaard. Ik heb er tenslotte niet mijn best op gedaan of zo. Eens even kijken. Wat staat er bij jou dan? Objection, ik ben niet. Heb jij je eigen. Je schrijft je eigen graf. Dat is maar waar je zin in hebt. Nou, ik heb niet geschreven. Wie heeft geschreven? Wie? Ja, hi. Maar goed, jongens. Ik zal op Facebook updaten wanneer dat we daar dus zeg maar mee verder gaan. Moeten we heel eventjes kijken hoe dat we met opnamesessies doen. Maar vanaf de volgende aflevering, wanneer dat die ook zo kan komen in het weekend, is het dus Hardcore 2.5. Heet ook dadelijk gewoon aflevering 15 uit het hoofd? Ja. Dus, want het is namelijk gewoon een vervolg op wat we hier nou hebben gedaan. Anders kon ik dit jullie natuurlijk niet uitleggen. Dank jullie wel nogmaals, Erwin, Leroy en Destiny. Ik ben heel erg blij. En dan zullen de Towler en Blob er ook weer bij zijn. Maar dit is nogal heel onverwachts gekomen. En dit heb ik niet in kunnen schrijven in het script. Breek de vierde muur niet! Doe ik lekker toch. Dus ja, ik dank jullie
Ja, trouwens, nee, ik heb Erwin nog niet de intro horen zeggen of de outro, dus jij mag de outro doen, Erwin. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken, iedereen. En, dat was je outro ook alweer. Ik heb het zo vaak gedaan. Ik heb ook al heel vaak geroepen dat ze toch heel slecht is. Vouw even, hou je muil. Ik heb rattengiften, hoor. Ja. Nou, nee, dat gaat ook weer te ver. Nee. Bill. Zeg het. Dat zwart gaat echt dwars door zijn borst heen. Hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Laat je leukste momentje achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk... Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter. En je, als je leukste momentje hebt, ja, goed. En we zien je weer terug bij... 2.5. Hè? Met de return van de touwler en plop. Ik ga hier weg. Ik weet niet, ik zeg hier. Ik klaar geworden. Forest. Kijk, dat is lava. Ik hou nu van lava. Yay! Doei!